Vanaf een zuurstokroze kermis hier op Roze Maandag is dit de tweede aflevering van Oké, Hou Doe. Lijkt je dit een leuke attractie? Ja, ik vind het wel leuk, ja. Maar zij vindt het eng. Ik vind het doodeng. Waarom? Ja, kijk dan. Nee, je hoeft het mij niet uit te leggen eigenlijk. Ik vind hem ook doodeng. Maar waarom vind jij hem doodeng? Waarom ik hem doodeng vind? Ja, hij gaat de hele keer over de kop alles. Hij gaat over de kop. Ja. Schuin over de kop. Ja, dat is te pech. Nog een keer schuin over de kop. Ja, daarom. Ja, precies. Iedere keer over de kop is eentje te veel. Ja. Maar we gaan er gewoon in. We gaan er gewoon in. Ja? Ja, sowieso. Ik moet, hoor ik. Echt? Ja, maar was het? Intens. Maar wel heel leuk. Ja, en de prijs is wel beter. Want er zijn toen straks zo'n hoog ding gegaan, zo'n boost. En dat was 8 euro, dit is 5 euro. Dus ik vind het wel leuk. Deze was wel veel spannender. Ja. Was het spannender? Ja. 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 Maar je bent niet misselijk? Je bent niet... Ik ben een beetje draaierig. Ja. Maar verder gaat het goed. Heeft u hoogtevrees? Ik zou er niet in doen. Nee? Nee. Ik ben er vorig jaar in geweest voor dit programma. En ik... vond het uiteindelijk ook wel meevallen. Het is een soort hele grote schommel. Maar als je op die hoogte dan een beetje begint te wiggelen met de wind, een beetje heen en weer gaat met de wind, dan... Dan bent u kwijt. Dan hangt wordt het dan misselijk? Niet voor mij. Hallo mensen, hebben jullie dan mijn huis in? Hebben jullie naar huis in? Sorry? Of je hebt naar je zin hebt? Ja. Alles prima. We zijn nu klaar met u. We gaan nu verder met mij. Hoi liefie, hoe is het? Kassa, heb je naar je zin? Ja, heerlijk. Ga je zo meteen met mij in de grote draaimolen daarboven? Nee. Zijn dit uw mannen? Wat zeg je? Zijn dit uw mannen? Nee. Daarom lag ook zo hard. Oh, daarom lag het ook zo hard. U kijkt om gewoon menselijke ongelukken? Wij zijn hier gewoon net komen binnenlopen en gewoon een rondje kermis. En de informatie is tot nu toe? Zijn het attracties waarvan u denkt, voordat ik wegga, moet ik hier wel in geweest zijn? Nee hoor, nog niet. Maar misschien komt dat nog. De draaimolen? Dat komt misschien nog. Iets dat over de kop gaat? Nou, wel iets engs. Wel iets engs? Nou, ga jij dan mee, mijn moeder? Waarin? In iets engs? Nou, die vond ik al te eng, dus ik weet het niet. Wie weet? Nee, eerst aan de Aperol Spritz en dan zijn we. Gaan we daarna weer verder kijken. Dat helpt, ja. Goeiedag. Goeiedag. U bent een attractie op zich. Ja, dat kan je zeggen. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Welk karakter is dit? Dit is de Pink Panther. De Pink Panther. Is het niet warm? Jawel, een beetje. Oh, kijk. Dit is gewoon even. Dit is Santiago en dan zometeen gaat het dak er weer op. Ja. Zeker. Heb je veel aanspraak? Volgens mij wel. Of niet? Ja, nou, ik heb denk ik al 500 foto's. 500 foto's? Ja. Wauw. Je komt dan zometeen boven iedereen's bed te hangen. Ja, dat denk ik. Ik weet niet. Ik weet niet wat ze er allemaal mee willen doen. Nou, ik wil ook wel even een beetje op de foto. Zullen we dat even doen? Moet dat ding er even op? Ja, dan laat ik me natuurlijk niet even het haar goed. Wel lachen. Ja, dat mag ik. Nee, even lachen. Ja, ah, zo beter, ja. En het bleef nog lang onrustig hier op de Tilburgse kermis op Roze Maandag. Later deze week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Oké, Hou Doe!